Homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Ja, net als over het water lopen en na een paar dagen weer opstaan uit de dood. Je zou ook kunnen concluderen dat homoseksualiteit dus eveneens een wonder is. Heel Nederland stond afgelopen week op de barricade vanwege de Nashville-verklaring. Een document dat tegen homoseksualiteit zou zijn. Ondertekend door onder andere SGP-leider Kees van der Staaij. De Nashville-verklaring. Daar weet ik niks van. Ik vind daar eigenlijk niet zo heel veel van, moet ik zeggen. Daar hebben wij heel veel moeite mee, ja. En waarom? Omdat ik gewoon belachelijk vind om homo's, lesbiennes en zo uit te sluiten. Ik bedoel, er zijn net zo goed mensen, die mogen ook net zo goed een relatie hebben. Het is afgelopen week heel veel in het nieuws gehoord. Weet u ervan? Caroline. Oh, dat gaat over Brexit, denk ik, hè? Of niet? Wat vindt u ervan? Ja, waardeloos. Nee, ik vind het in zekere zin ook prima dat mensen dat niet goed vinden. Wat vindt u daarvan? Belachelijk. Waarom belachelijk? Ik kan echt niet meer in deze tijd. Nee. Mannen en vrouwen en alles wat er omheen moet lekker zelf weten wat ze doen. En er mag echt niet meer aan getornd worden. Na zoveel jaren van strijd en echt niet. Vind ik echt niet meer kunnen. Ik denk dat ik het niet helemaal goed begrepen had. Nee. Van de Nashville-verklaring. Ja, over homoseksualiteit. Dat misschien... Precies. Hey man, is freaking 2019 toch? Ja. Shit over jezelf man. Ga gewoon groeien met de wereld toch? Ja. Ja, wat ik zei, ouderwets. Ja, ben ik het wel mee eens. Ja, terug in de tijd. Ja, past er niet helemaal bij, hè? Ik ben niet tegen homo's, helemaal niet. En ook niet tegen lesbies, want ik heb zelf ook gewoon homo-vrienden. Mm-hmm. En ik vind dat ze er mogen zijn. Ja, ik ben persoonlijk bi, dus ik vind het heel raar. Omdat ik zoiets heb van, stel ik ga met een meisje, zou het niet anders moeten zijn dan als ik met een jongen ga. Naar mijn idee doe ik daar niemand opzettelijk kwaad mee of zo. En er staan wel meer dingen in de Bijbel waar ze ook niet aan houden. En dit moet dan per se wel. Dat vind ik persoonlijk heel raar. Ja, je hebt ook homo's die net iets te ver kunnen gaan, vind ik. Maar ik vind over het algemeen, ja, het zijn ook mensen, toch? Ja. Voel je je dan ook aangevallen daardoor? Eigenlijk wel een beetje. Want ik heb dan zoiets van, ja, liefde is liefde. Wij waren het eerste land waar je homo's mochten trouwen, dat soort dingen. Mm-hmm. En dan nu wordt dat ineens, ja, zou dat teruggedraaid moeten worden. En dat vind ik persoonlijk echt wel raar. Veel mensen zijn van mening dat politiek en geloof gescheiden moeten blijven. En daarom de inmenging van Van der Staaij ook wel ongepast is. En sowieso politiek en geloof, wat vindt u daarvan, van die combinatie? Nou, laat dat maar achterwege. Heel dat geloof moet zijn eigen weg volgen. Moet niks met politiek te maken hebben. Ja, ik vind dat geloof en politiek gescheiden moeten blijven. Ik ben helemaal voor dat mensen voor geloven zijn, hoor. Zeker weten. Maar ze moeten niet te ver gaan. Nee. Dit gaat wel te ver. Ja. Als je bijvoorbeeld een christelijke partij aan de macht zou krijgen en die gaan dan het volk opleggen wat je dan volgens het christelijk geloof zou moeten doen. Nou, dat vind ik niet terecht. Ik wil, je mensen moeten vrij zijn in hun keuze. Dat vind ik niet samengaan. Nee, en waarom niet? Omdat ik vind het eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Als je het mij 20 jaar geleden had gevraagd, dan had ik misschien ook gezegd, homohuwelijk, waar is dat eigenlijk goed voor, weet je wel. Dus dat veranderde in de loop van de tijd, is bij mij ook veranderd. Is het dan niet een beetje, zeg maar, dat we terug in de tijd gaan als we nu zeggen dat het homohuwelijk niet meer zou kunnen? Ja, dat vind ik ook wel. Ja, dat is wel zo. Tegenstanders van de Nashville-verklaring. Is gewoon een Nashville-verklaring. Nou ja, we gaan verder. Veel mensen noemen de Nashville-verklaring niet meer van deze tijd. Maar is geloof überhaupt nog wel van deze tijd? Ik geloof sowieso niet in God en zo, dus ik vind dat nergens op slaan. Dus okay. Nee, dat vind ik... Ja, mag allemaal afgeschaft worden. Ja. En vindt u het nog wel van deze tijd, het geloof? Nee, maar ik vind het van geen enkele tijd. Nee, mensen mogen van mij geloven wat ze willen geloven. Alleen ik heb de... Ja, best wel nare ervaringen mee als mensen dan ook op straat mij gaan proberen te overtuigen dat ik niet met een vrouw zou mogen daten omdat het niet volgens God mag. Ja, ik ben er persoonlijk niet heel erg van. Je mag die mening hebben, maar dan moet je niet gaan projecteren op anderen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, iedereen die mag geloven waarin ze zelf willen. Mm-hmm. Maar ze moeten niet doordrammen. Ja. Dus voor zichzelf. Vond jij deze video nou mega fantastisch, superleuk? Nou, like hem dan. En volg ons op ons YouTube-kanaal. En, oh ja, ook nog, we hebben ook een Instagram-account. En dat ben ik even vergeten. Ik vind het laatst altijd zo stom. Vond je deze video leuk? Like hem dan, abonneer meteen op ons kanaal. We zijn het maar goed te vinden op Instagram.